Hey en welkom opnieuw bij mijn reis naar New York. Vandaag ga ik jullie weer meenemen, maar voor we doorgaan met deze video wil ik graag even zeggen dat er dus ook een deel 1 van is. En dat ik aanraad om eerst dat te gaan kijken, want de video's volgen een beetje op elkaar en zo kan je toch, krijg je toch alles mee van wat ik gedaan heb. Dus ga dat zeker even kijken en dan gaan we nu beginnen met de rest van mijn reis. We zijn alweer de derde dag en we zijn in de voormiddag naar Brooklyn geweest. Opnieuw, de Gossip Girl fans weten dat dit de loft is, oftewel ja, de buitenkant van de loft van Dan Humphrey en deze grens aan Manhattan Bridge. Er waren hier nog veel meisjes die hier foto's kwamen trekken, dus het was best wel grappig om te zien dat het toch echt volk trekt. Ongeveer naast Manhattan Bridge, oftewel de loft, was ook een parkje waar je super mooi de skyline kon zien. Na de loft te bezoeken of verder langs gewandeld te hebben, zijn we over Brooklyn Bridge teruggewandeld naar Manhattan. En deze wandeling heeft ongeveer, of ja, deze brug heeft ongeveer een dertigtal minuutjes in beslag genomen om er over te wandelen. Het was iets minder dan 2 of 1 kilometer, ik weet het eigenlijk echt niet meer. En in de verte kon je ook het vrijheidsbeeld zien, je kon echt een super mooie skyline zien. Maar het was wel heel koud en er was heel veel wind, waardoor het ja, niet zo heel aangenaam was om erover te wandelen, gewoon omdat het zo koud was. Maar natuurlijk wel super leuk, omdat je het ook super vaak in films ziet en zo. En dat je daar dan eens echt kan wandelen, dat is gewoon een heel leuke ervaring. Na Brooklyn Bridge zijn we naar Wall Street geweest. Daar vindt de beurs van New York zich plaats. Er was niet zo heel veel te zien, het was eigenlijk gewoon een gebouw. Maar ja, ook gewoon eens leuk om geweest te zijn. En dan zijn we daarna naar, snel naar een klein restaurantje, snel iets gaan lunchen. En dan doorgegaan naar de Stier, de hele bekende Stier ook. Trekt heel veel toeristen, er stonden echt keiveel mensen die daarmee op de foto wouden. En nu hadden ze daar ook een meisje bij gezet dat daar maar ja, een tijdje ging staan. Je kon het niet zo goed zien omdat er echt heel veel volk stond. Maar ja, ook gewoon eens leuk om langs te lopen. En na Wall Street zijn we naar de 9/11 Memorial geweest, oftewel Ground Zero. Dat was echt heel speciaal om te zien. Ja, een beetje aangrijpend ook, want je beseft dan eigenlijk hoe erg het dan is geweest om daar zo te zijn. En ja, het is natuurlijk ook heel erg wat er gebeurd is. Er was echt heel veel volk dat zo... Ja, iedereen was zo heel rustig, heel, heel aangenaam. En ja, dat was echt heel speciaal om te zien. En de rozen die in de namen steken staan voor de mensen die die dag jarig zijn. Dus dat vind ik ook een heel mooi gebaar dat ze dat doen. En toen hebben we bij Wafels en Dinges een Belgisch wafel, ja, kraampje in New York, een wafel gekocht, want daar kwamen we voorbij. En het was echt triaal. Ik hou de video's graag kort, dus ik split ze meer op in meerdere video's dan dat ik één heel lange video maak. Maar dit was dus dag 3. En morgen vind je opnieuw weer een nieuwe video met hopelijk wat meer dagen dan 1 dag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Om zeker mijn volgende video niet te missen, abonneer dan zeker. En geef deze video ook een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen of wanneer je eigenlijk de volgende video gaat kijken. Dag!